De Spiegeltent Bon Salon die staat inmiddels alweer een weekje op stapelen. En in Liemde start in juni het evenement Live in Liemde. Welkom bij Dommeland Live. Bij mij aan tafel Wim Ketelaars, Trace van Nuenen en Rijn de Laat. Welkom. We beginnen bij jou, Wim. De Spiegeltent, de hoeveelste keer is het? We zijn in 2015 gestart. Dat was destijds in het kader van de paters Assumptionisten, die je weet, die woonden op Stapelen. En die verbleven daar 100 jaar. En die hadden ons gevraagd, ons, Boksen vooruit gevraagd, willen jullie mee het feest gaan organiseren? En toen is de Spiegeltent voor het eerst gekomen. Daar was iedereen erg enthousiast over. En de toenmalige burgemeester Mark Buijs, we kennen hem allemaal nog, die nam toen het initiatief, zullen we de bekende nieuwjaarsrecepties laten vervallen? En zullen we dat omzetten in het feest in de Spiegeltent? En dan zouden we het om en om doen. In het ene jaar zouden we de Spiegeltent doen en het andere jaar Circus Circulo. We kennen het nog op Land met Velden. Ja. En dan zouden we dus in het najaar zouden we dus Circus Circulo doen, in het jaar erop het voorjaar de Spiegeltent enzovoort. Nou, dat is goed gegaan. En toen ontstonden er geleidelijk aan een paar nieuwe dingen. Zoals? Nou, Circus Circulo. Dat is weggegaan en is naar Tilburg verhuisd. De heer Buijs is vertrokken. Ook ja. Is ook vertrokken. En we hebben corona gehad. En dat, die drie maakten het uiteindelijk ongewis. Nou goed, in 2000, toen ontstond er een nieuwe situatie in 2022. De Spiegeltent was van een privé-eigenaar, Kees de Wild, en zijn partner Wies Vissers. Dat is bekend. En die hebben de tent te koop gezet. Dat verraste. De verrassing was eigenlijk tweeledig. Eén, er was vanuit de goede gemeente was er een ontzettend grote roep. Kan die Spiegeltent niet voor Boksel behouden blijven? Ja, want die ging eigenlijk de verkoop in, had iedereen. Exact, wat je zegt. Want schrik niet, er waren 7 potentiële kopers. 7. Dus er was het moment dat die bijna weg zou zijn. Nou, toen hebben we met een paar mensen het initiatief genomen. We zeiden van, goh, kunnen we die tent niet in Boksel behouden? En wie zijn dat? Dat waren Jacques Vergeel, Ton Jonkers en ondergetekende. Nou, we hebben binnen 4 weken gesprekken gevoerd. Enerzijds, hoe zit het dan financieel in elkaar? En anderzijds met de eigenaar van het kasteel Stapelen en met burgemeester Ronald van Meijgaard. En binnen een paar weken waren we eruit. We gaan zeggen, we gaan het doen. En we gaan het doen. Maar dan moet je de... Ja, dat was toen dat was natuurlijk het grote verhaal. Waar hebben we het dan over? Dat getal gaat niet naar buiten. Ongeveer? Nou, dat getal gaat niet naar buiten. Dat kan je een paar keer proberen, denk ik. Ja, dat kun je proberen, maar dat doen we. Ik zou het misschien echt niet weten. Nee. Dat mondde uit dat we toen een stichting opgericht hebben. En de stichting heet Stichting Bon Salon. En die stichting bestaat uit 5 mensen. Die hebben gewoon geld geleend. Die hebben de tent gekocht. En die betalen gewoon elke Hoeveel geld hebben ze geleend? Sorry? Hoeveel geld hebben ze geleend? Ik weet niet, vroeg jij daarin? En uiteindelijk hebben die gekocht. Heel simpel, we hebben net als een hypotheek, we hebben dat geld geleend en we betalen jaarlijks terug. Dus de Stichting Bon Salon is eigenaar van de tent. Nou, vervolgens hebben we kijken, hoe gaan we dat nu in de markt zetten? Nou, gaan we dat als Stichting Bon Salon doen? Of gaan we daar een andere naam noemen? Nou, we hebben fantastische hulp gehad van Roeland Heesbeen en van Ferdy Steger. En die kwamen met het idee, we gaan het Dorpsfeest Boksel noemen. Ja. Het Dorpsfeest Boksel is eigenlijk iets van, dat is voor ons samen, daar ga ik naartoe, daar ben jij en jij en we zien elkaar daar. Dat moet eigenlijk het idee zijn van het hele Boksel. Dus we zijn, de Stichting Bon Salon zet het Dorpsfeest Boksel in op Stapelen terecht. Ja, dat is zo is een beetje als een ontstaansgeschiedenis. Als je doordenkt van... Hoe was het dan vorig jaar 23? Ja. Ja, dat was een geweldig succes. Dat was gewoon een ontzettend succes. Last but not least, we hebben 2 uur 1 gehad van die 4,5 week. Ja. Dat is natuurlijk uniek. Er was een ontzettend groot enthousiasme. En met het enthousiasme was echt gezegd van, goh, hier kunnen we mee vooruit. Want even de Spiegeltent, die zet je daar weg, hoe lang? We zetten hem nu van 24 mei, hè, dus 1,5 week geleden... Tot en met 23 juni, dus ruim 4 weken, staat hij dan. En hoeveel evenementen heb je dan? We hebben ongeveer circa 100. Zo. Dus we draaien, je hebt 3 dagdelen zoals je weet. Het is bijna, alle weekenden, alle avonden, die zijn allemaal gevuld. Ja. En dan is de middagen en de ochtenden,
soms zijn het ochtend, middag, avond of soms ochtend en avond, maar alle is gevuld. Dus we hebben minimaal 2 dagdelen over die 4,5 weken gevuld. Dat is natuurlijk uniek, ja. Zo ontzettend veel. Dus het enthousiasme zeg maar, uit de bevolking, hè, vanuit de deelnemers, ja, die is gewoon super groot. En veel vrijwilligers nodig? Ja, we hebben heel veel vrijwilligers nodig. En dat is ook heel uniek dat dat ook lukt, want u hoort overal te weinig vrijwilligers. Ja, om een beeld te geven, we hebben 15 vrijwilligers nodig. Alleen die al die tent opbouwen, dat kost je 3 dagen. Want het is 1 grote Lego-doos die eruit moet uit een trailer en die moet je in elkaar gaan stapelen. En het is allemaal hout. En het is allemaal geschakeld met hout, ja. Daar mag geen schroef in. En dan hebben we hebben totaal... Je kunt niet vergelijken met IKEA, als ik de in elkaar zet dan hou ik 24 schroeven over en... Maar Lego is beter. Ja, maar Lego is beter. En totaal hebben we 100 vrijwilligers. Zo. 15 voor de opbouw, een aantal voor de groepen die voor het hele programma gaan zorgen. En dan hebben we ongeveer 70 mensen die om beurten. Want die moeten 4 weken alles bezet zijn. Hè? Van de bar en de keuken en het opruimen en de catering, et cetera, et cetera. Dus ja, mensen schrijven zich in en die krijgen gewoon een rooster zoals ze eigenlijk op het werk zou zijn. En dat bij elkaar is ongeveer circa 100 vrijwilligers. Dus 100 activiteit, 100 vrijwilligers. Ja. Ontzettend knap en veel dat dat lukt. Ja. Daar zijn we natuurlijk super trots op, dat kun je je voorstellen. Er wordt veel gelopen, denk ik. Er wordt veel op. Je maakt veel kilometers. Ja, ja. En dan heb ik het bruggetje. Ja. Ja, een bruggetje. Bruggetje. Want Live in Liemde, jullie lopen ook, ze lopen naar de evenementen? Of? Ja, vanaf het startpunt gaan ze eigenlijk met een gids rondlopen naar de verschillende locaties. En dan zetten ze wel 10.000 stappen, denk ik, ja. Dus dat is ook best veel lopen. Per persoon neem ik aan. Per persoon, zo, ja. Dat is de moeite. Ja. Want Live in Liemde is er sinds? De 2015, dat was de eerste keer. En toen zat het in het centrum van Liemd. Vanuit het Hof, dat toen nog was. Ja. En hebben we 4 jaar vanuit het Hof de locaties bezocht. En toen zijn we naar de Liemse Hert gegaan. Ja. En dat hebben we ook eigenlijk 3 keer gedaan. En nu gaan we helemaal naar Velder. Ja, en iedereen zegt in Liemd altijd Liemd. Maar dit is Live in Liemde. Ja, waarom is dat ineens ABN geworden? Het is gewoon niet echt ABN, denk ik. Het is gewoon Nederlands, maar prima. Nou, als je het over Liemd hebt, dat is een intern woord. Ja. Dus mensen in Liemd, als het binnen Liemd blijft, dan zeg je Liemd. Maar als je naar buiten treedt, dan moet je Liemde zeggen. Ja. Ja, dat vind ik. Want dan snapt iedereen wat je bedoelt. Ja. Dus alleen de echte kenners weten dan dat Liemd gewoon ook Liemde is. Ja. Dus dat is eigenlijk het ezelsbruggetje wat ik altijd gebruik, zeg maar. Dus ja. Kijk, net op Liemd gemunt, daar stond er Liemd met MT. Maar dat is gewoon voor de eigen kern. Ja. Maar als je naar buiten treedt, dan moet je wel duidelijk zijn. Ja, toch? Dat is eigenlijk niet meer weg te denken uit Liemd, toch? Nee. Liemde, uit Liemde. Nee. Live in Liemde. Ik hoop van niet, in ieder geval. Nou, we gaan de 8e editie tegemoet, dus... En wat gaat die ons brengen? Heel veel mooie dingen. Ja. We hebben super mooie locaties. We hebben natuurlijk alle locaties zitten op landgoed Velder. Ja. Rijn hier naast mij, die woont op Groot Velder en daar werkt hij ook. Dus dat is een van de locaties. Maar het werkt zo dat mensen kunnen hun... tuin of een woonkamer ter beschikking stellen van de artiest? Nou, in principe, als het regent, moeten ze ook gewoon droog kunnen zitten, de mensen. Want, en de artiest natuurlijk heel belangrijk. Dus dat is wel een voorwaarde. Dus kijk, als je het in de tuin doet en je kunt overkappen, maakt niet uit hoe, dan is het goed. Ja. Maar eigenlijk is het ontstaan huiskamerfestival, dat het ook gewoon in de huiskamer moet kunnen. Ja. Ik heb zelfs een keer in een bakkerij gezeten. Ja, bij Jos van Eindhoven. Ja. Dat klopt. Dat is ook lekker warm worstbroodje gehad, denk ik. Volgens mij wel, ja. Ja, dat weet ik wel zeker. En, maar veel huiskamer, maar ook als lekker weer is in de tuin. Ja. Ik heb een filmpje van een artiest, kunnen we even zien. Ja, dit is dit bij de bakker. Ja, ja, dit is, ja, laat maar even staan, de redactie. Dit is bij de bakker. Mag ik die foto teruggeven? Kan dat even? Dat is Ja de Mintjes. Ja, de Mintjes, want ik wilde ook nog vragen van... Ja. Kijk, de meesten zijn onbekend, maar zij is inmiddels een bekende Vlaming. Inmiddels, hè? Inmiddels, ja. Zij is, was dat 2019, denk ik, in een pluivelien bij Bakker van Eindhoven in de bakkerij. Ja. En toen was ze een startende. Ja. En inmiddels heeft ze tv-shows en doet ze alles. Ja, want dus, ik was toen zo slim om op de eerste rij te zitten. Je ziet mij nu niet, maar waar die mevrouw zit met die bolletje, daar zat ik. En toen werd ik even flink onder handen genomen door haar. Ja. Je moet nooit op de eerste rij zitten bij een... En zij kwam uit België, dus dat is wel leuk hoor, die Belgische cabaretiers. Ja. Ja. En, want ik zie haar regelmatig op tv bij Belgische programma's. Ja, ze doet het hartstikke goed. Ja. Ze deed het daar ook al heel goed, vond ik. Maar toen was ze maar 18 of 19. Ja,
een jonge meid. En nou, ja, ze doet het hartstikke goed. Dus dat is leuk van Live in Liemeren. Daar komen dus gewoon artiesten die later... Ja, maar die nader aan het podiumbox zal komen. Jeroens Klen, we hebben afgelopen jaar gehad. Andries Toenroe en Stefan Hendricks. Dus bij ons beginnen ze en dan gaan ze verder. Het land in. En dan gaan we nou even naar het filmpje. Want we hebben gewoon, dan kunnen we even een beeld krijgen van hoe het er een beetje uitziet als je... Dit is Big Bo. Dit is op de oude dijk, de tuin. Ja. Dit is Big Bo. Dit is Big Bo. Nederlander eigenlijk? Dit is gewoon een Nederlander, ja. Zo met Peter en Martine van Heijden in de tuin. Het was super weer ook, dus dan kan dat gewoon, hè? Ja. 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 Kijk, mensen die regelen van tevoren ook al het binnen kan, of half binnen, half buiten. En, maar ja, we hebben elk jaar gewoon ontzettend mooi weer. Dus, hoeveel mensen kunnen dan tegelijkertijd kijken? Dat is zo bij de bakker of zo. Nou, we zijn eigenlijk in 2015 gestart met 50 mensen in de groep. Okay. Dan kan het overal in elke huiskamer kun je 50 mensen kwijt naast elkaar. Ja. Maar dit jaar zitten we op 75 mensen in de groep. Dat gaat. Dat gaat ook omdat we nu gewoon grotere locaties hebben. Maar dat is niet iets wat we standaard elk jaar kunnen doen. Nee. En hoeveel voorstellingen doen ze dan? Want ze doen er meer dan één. Want ik zie nou bij de bakker, daar ben ik ook geweest, maar er zijn dus meerdere voorstellingen. Dat zijn 4 voorstellingen en 4 gastlocaties, zeg maar. Oh, ja. En dus die artiesten doen elke uur, of ja, of nu zo'n half uur optreden. En dan gaat de groep weer weg. En dan lopen ze naar het volgende adres en dan krijgen ze een ander optreden. En die artiesten die blijven gewoon op dezelfde locatie. Ja. En die doen gewoon 4 keer optreden van een half uur. Dus het publiek loopt de 4 locaties af? Ja, samen met de gids. We hebben natuurlijk ook al... een gids? We hebben 5 gidsen die elk jaar de mensen begeleiden van het ene naar het andere adres. En die vertellen ondertussen leuke wetenswaardigheden over Liemden. Dus dit jaar is het voor de gidsen superleuk, want ze hebben een helemaal nieuwe omgeving. Ja. Waar ze dus weer echt over na moeten denken, waar gaan we vertellen. Ja. Dus het is gewoon een win-win situatie. Bij de mensen thuis, particulieren, nou Rijn zit naast jou. Ja. Ja. En je hebt dit jaar jouw woning, jouw tuin, noem het maar op, ter beschikking gesteld van Live in Liemden. Ja, met heel veel plezier. Ja? Ja, absoluut. Ja. Ik hoorde het net al, hè. Het begint nou zo uit de hand te lopen, denk ik, dat het evenement een broedplaats wordt voor jong talent, hoor ik net. Ja, dat was het. Ja, is het eigenlijk op begin van wel geweest. Ja. Ja. En ja, dan is het heel leuk om daar een bijdrage aan te leveren. En het pand is vrij groot, zeg maar. Er zit een mooie geschiedenis achter. En zijn 1878 is dat... dat zeg ik verkeerd. Ja, 1878. Er zit een vrij grote zaal in, een grote tuin. Dus zeg maar de route die tijdens het concert... Daarna door met de route. Supermooi. Ja. Ja, een liefhebber van muziek ook? Ja, zelf ook muzikant. Serieus, wat speel je? Ik ben van origine drummer. Oh. Maar ben gaan zingen, want ik vond ook eens jou niks. Oh, welke stijl? Ja, heel breed. Ja. Kunnen we iets horen? Nee, we kunnen hier niks horen. Maar het moet zijn dat je nu een drumstel aan kunt leveren. Dan kunnen we ik heb wel een gitaar staan hier. Maar ook leuk, ook als ik kijk naar de, zeg maar, naar de keuze van artiesten die komen. Ja. Ik denk dat een heel mooi spectrum is, een hele mooie beleving gaat worden. Ja. En we hebben het de laatste dagen ook wel over op het landgoed zelfs. Als je kijkt nou ook naar de natuur, ja, het is pracht en praal. Ja, super. Er zitten nog voordelen aan al die regen. Ja, dat is maar één nadeel en dat zijn de muggen. Hè? Ja. Ja. Want die blijven nou net iets langer. Maar, en het is ook wel een uitdaging voor mensen dit jaar, omdat we natuurlijk... Het is maar één pad die echt bestoept is, zeg maar, en de rest is allemaal door de bossen. En Frans van Moekel heeft zelfs een brug gelegd, zodat we over een hele grote sloot kunnen. Leuk. En dan kom je weer in een stuk bos waar eigenlijk nooit iemand komt. En dat is natuurlijk super gaaf om daar met die mensen gewoon doorheen te lopen. En dan vervolgens komen we weer op een paradijsje van een plek. En dan staat gewoon een artiest die je eigenlijk nog nooit gezien hebt. Want wij proberen altijd wel artiesten te vinden die startend zijn. Ja, wil ik net zeggen, waar haal je de artiesten vandaan eigenlijk? Ja, dat is gewoon... iedereen spitst zijn oren altijd of je bent er eigenlijk altijd mee bezig. Als je iets hoort, denk je, hey, dat is iets voor Live in Liemden. Zo werkt dat gewoon. En dan als we weer beginnen daar na de zomer, dan gooien we al die mensen weer op een schrijven alles op. En dan gaan we kijken van, hey, is dat iets, is dit iets? En dan proberen we toch zo gevarieerd mogelijk programma te krijgen. En die spelen allemaal gratis?
Nee. Oh nee. Ja, ik weet het niet. Nee, die spelen niet gratis, want dat is niet ons ding. Wij willen wel gewoon dat de artiesten betaald krijgen voor wat ze doen. Heel goed. Ja, dus dat is natuurlijk leuk, zo'n spiegeltent, allemaal gratis optreden, maar het is niet mijn ding. Ik vind iedereen werkt voor zijn geld en... Wim? Ja. Reageer er eens op. En omdat ze artiest is, zouden ze niks mogen hebben. Ja, ik kan dat niet. Nee, er zijn twee verschillende grootheden. Ja, dat ben ik ook. Ja. Volstrekt eens dat je dat doet. Ja. Ja. Maar ons doel in een spiegeltent is natuurlijk een heel ander. Ja. Het doel van de spiegeltent is de ontmoeting. We ontmoeten elkaar daar. Ja, maar dat is bij ons natuurlijk ook de ontmoeting. Ja, maar de ontmoeting. De uitgangspunt is, je doet allemaal vrijwilligers in het kader van vrijwilligerswerk. Dus het uitgangspunt is dat niemand wordt betaald. Dus iedereen die helpt, iedereen die optreedt, die doet allemaal vrijwillig. Dus je hoeft er, en tegelijkertijd, hoeft, en dat is natuurlijk heel uniek, je hoeft geen entree te betalen. We vragen voor niemand huur. Je bent geen consumptie verplicht. Dus daarmee is het natuurlijk, het doel is er steeds dat we elkaar zo laagdrempelig mogelijk, dat we elkaar kunnen blijven ontmoeten. En eigenlijk uit die ontmoeting, uit moeten dat er nieuwe initiatieven gebeuren. Ja. En nieuwe contacten gebeuren. Dat vind ik eigenlijk, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste wat we toen met Mark Buizenveld. Ja. Dat moet je proberen dat die... Ja, met een mooi woord, de sociale cohesie te bevorderen, dat we elkaar zien, dat we elkaar ontmoeten. Ja. En dat daar weer... Daarom is het ook gratis bij jullie. En bij jullie is het bijvoorbeeld een entreeprijs. Exact. Ja, exact. Bij ons 7, heel begrijpelijk. 15. Ja. Dat is ook heel begrijpelijk. Ja. Maar wij werken ook met heel veel vrijwilligers. Zo, want de gastadressen die doen het ook allemaal vrijwillig. En er gaat best wel wat tijd in zitten. Organisatie doet het natuurlijk ook vrijwillig. En de gidsen doen het ook vrijwillig. Maar artiesten willen wij wel dat die betaald krijgen. Ja, vind ik belangrijk. Vind ik een hele goede zaak. Ja, vind ik ook. Heel begrijpelijk. Bij de Oranje Feesten is het natuurlijk niet anders. Dat is ook allemaal vrijwilligerswerk. En dat je artiest die optreden krijgt ook geld natuurlijk vanzelfsprekend. Ja. Kijk, en de mensen, als ze dan ergens binnenkomen bij het adres, krijgen ze een hapje en een drankje. Ja. En dan kunnen ze een beetje acclimatiseren, een beetje bijkomen van de wandeling. Ja. En dan gaan ze gezellig zitten en dan... Leuk idee, dan ja, ik hebben ze een mooie opgeven. Ik heb één gelopen toen bij de Bakker en later bij Garrison Starr. Ja. Amerikaanse... Sing-songwriter. Ja, wel onder de indruk, hoor. Ja, dat snap ik. Ik denk naar Live Liem, ja. Toen was het de derde of vierde keer of zo. Ja. Ik denk, nou ja, misschien... Ik denk de vijfde keer. Ik had er wel iets van verwacht, maar zoveel. Hm. Ik heb ook zo nog, goed. He? Zo goed. Ja, zo goed. Ja, en dan komt natuurlijk ook, je kunt iets organiseren, allemaal bekende namen en dan trekt heel veel mensen, dat is leuk. Ja. Wordt heel veel gedaan, is ook goed. Maar wij vinden het gewoon juist leuk om podium te geven aan mensen. Een zanger uit Engeland met zijn naam kwijt, maar die zong ook fantastisch. Ook niet, maar niet dezelfde, denk ik. John Meijer hoor ik in mijn... Nee, dat is Sjaantje. Sean Meijer. Dat was een vrouwelijke. Die stond bij iemand achter in de tuin. Oké, dan krijg je in mijn oortje, maar er klopt ook niks van wat ik hier allemaal doorkrijg. Dan kunnen we niks aan doen. Nee, dat snap ik wel. Het is een buitenlandse naam, dus is dan mandje. Dat is Sean Meijer. Oh, deze. Die stond bij Penny en... Zusje van. Zusje van? Van de andere Sean Meijer. Ja, grapje. Ja, het zou zo maar kunnen. Hij was ook wel heel goed hoor. Ja? En toen hadden we ook de fanfare, want die hebben we natuurlijk ook gehad. Fanfare Concordia, ja. Die stond bij ons in de bedrijfshal. Ze hadden een heel groot podium gemaakt. En dan met Fons van Hees en ons Lisa, die waren aan het zingen. Dus dat was een mooi jaar. Ja. En je moet van tevoren kaartjes kopen. Ja. Ja. Okay. We zijn al uitverkocht. Ja. Dus mensen kunnen er niet meer naartoe eigenlijk? Nee. Ja, de afterparty Park Live, mogen ze nog even komen. Okay. En we hebben dit jaar, omdat we zoveel aanmeldingen hadden, hebben we een korte versie, een light versie, zeg maar. En dan krijgen ze twee optredens van Harry Hendricks. Okay. En een wandeling achter de tuin door bij familie van Boekel. En dan daar kunnen we nog misschien wel een paar plaatsen kwijt. Goya, denk ik, hè? Ja. Ja. Hoeveel Thijs, hoeveel gasten kunnen komen kijken? We hebben dit jaar 300 mensen die dan met de grote versie meelopen. En een stuk of 35, 40 die dan met de light versie meelopen. Ja, ja. Maar als het nou zo snel uitverkocht is, denk je dan niet, we doen er een schepje bovenop, dan maakt het iets groter. Ja, maar dat kan dit jaar niet, want je hebt... Nee, volgend jaar. Daar moeten we over nadenken. We gaan weer terug naar klein. Hou het klein of... Ja, en bijzonder. Misschien juist de charme is van het hele verhaal. Of gaan we naar groot, dus dat is iets waar we... Waar we over moeten nadenken. Is het dan groter dan toen je begon? Een stuk groter? Ja, ja, zeker. Want toen hadden we 200 man. Ja. 4 keer 50. Ja. En kijk, weet je, het is, als je een paar jaar verder bent, je hebt natuurlijk ook, in zo'n groep zit ook de gids, de partner van de gids, die loopt mee. Die groep wordt natuurlijk steeds groter. Het gastadres van dit jaar loopt volgend jaar ook mee. Hm. En die mogen gratis meelopen natuurlijk. En dan wordt zo'n groep gewoon groter van. Hè? Mooi. Ja. En plus, dan start je, en dan ben je nog heel voorzichtig met van alles. En nu durfde al meer dingen te doen. En ook
alles net iets makkelijker in de schieten. Je krijgt meer ervaring in, neem ik aan. Ja. Plus de mensen, de gastadressen, die hebben het allemaal al een keer gezien of die hebben het meegelopen. Ze zijn hartstikke enthousiast. Ja, en dan kunnen we wel 10 meer in inzetten. Ja. Maar nu is het wel extreem, hoor, 75. Dat is ook voor de gidsen om dat te handelen. Ja, daar hebben ze best wel wat werk aan, zeg maar. Ja, ja. Kijk, en als iedereen fit is en mooi mee kan lopen, dan is er geen punt. Maar als iemand struikelt, dan kunnen we al oponthoud hebben, zeg maar. En hoe is het bij jullie? Struikelen dan wel eens mensen in de bondsalon? Het veld is niet egaal. Nee. Er zijn wat kuilen. Gelukkig is het nu wat droog geworden, maar ten tijde van het opbouwen, is vrij drassig. Toen was het erg drassig, ja. Het is overal nat, maar het is daar natuurlijk liggen maar die zonken en die zijn niet weg te krijgen. Ja, we zien hier een foto. Ja, je kent het, hè. Met name erachterin is het heel drassig. Ja. Maar goed, dat is zo, punt. Ja. De charme is, het staat op de meest mooie locatie die er kan staan. Ja. En dan moet je bepaalde dingen maar voor lief nemen. En dat is dat het niet geëgaliseerd is. Want die nieuwe eigenaar van Stapelen, die heb je daarmee echt mee moeten onderhandelen? Van mogen wij? Of zei die van, nee, is geen punt? Nee. Toen het kasteel, toen het verkocht is in 2019, is een gesprek geweest met de gemeente. En ik was destijds voorzitter van Boksen Vooruit. En met hem. En toen hebben we een deal kunnen maken. De gemeente die betaalt een bepaalde fee aan de eigenaar, zodat het park open is. Hè. Dan is het, want anders had hij het kunnen sluiten. Ja. Dus iedereen wandelt er maar doorheen. Oké, dus dat is heel logisch, die zegt hij open. En tegelijkertijd hebben we met hem toen af kunnen spreken van, wat vind jij nu goed, wat we mogen doen? Nou, er waren natuurlijk twee hele belangrijke dingen. Stapel op Sint, hè, 3 weken verblijven bij Sinterklaas daar, dat was natuurlijk essentieel. En de spiegeltent. Dus dat was van tevoren ook goed besproken. Dus ik heb met hem regelmatig contact. En kleinschalige activiteiten, die passen in de sfeer van een park en een kasteel, dat vindt hij goed. Maar geen hardcore en geen langdraag en veel, dat wil ik maar hij heeft inmiddels een paar jaar het Stapelen overgenomen, zou ik maar zeggen. Maar is je nog steeds tevreden hoe het daar gaat? Want hij doet zijn poort wel overdag openzetten. Hoeft hij niet te doen natuurlijk. Hij is tevreden zoals het nu loopt. Ja, dat is hij tevreden. Absoluut. En ik moet zeggen, over het algemeen, wordt er redelijk goed gehandhaafd. En wordt er redelijk goed. Ja, er gebeurt natuurlijk overal wat. Overal en in zijn park is ook natuurlijk een locatie waar je zegt, hier kunnen we natuurlijk wel het een en ander doen. Dat weten we ook per se allemaal. Ja. Over het algemeen, zeker die periode wij er zijn, is het rustig. En we moeten het afkloppen. Want de vraag is altijd, hoe zit het met de beveiliging van die 5 weken? Ik zeg, jongen, beveiliging 5 weken, wie gaat dat betalen? Dat is niet te betalen. 5 weken lang, elke dag. Nee. Dus dan neem ik maar voor lief gevoel van, als er iets gebeurt, gebeurt er iets. En tot nu toe is het niet gebeurd. Ja, en morgen breken ze in en dan is de rest weg. Ja, dat is inherent eraan. Dat is niet is het dan wel verzekerd? Ja, het is allemaal verzekerd. Dat is wel, maar het is een oude tent uit de jaren 30. Dus dat wilde ik ook nog vragen. Ja. Hoe oud is de spiegeltent? Ja, 90 jaar. Bijna 100 jaar. Ja, 90 jaar. Dus het kraakt en het piept en dat wordt zo. Maar waar is die ooit voor aangeschaft? Kermis. De ontmoeting. Dansen. Ja. Het is een danstent van origine. Dat is het. Dat was de. Je leest ook. Je leest in Brabants Dagblad dat er om de zoveel mensen die 60, 70 jaar getrouwd zijn. Dus dat is een artikel in. En dan zeggen ze altijd: die zijn op de kermis gingen die dansen. En dat waren die tenten voor. Ja. Dus als je erin staat, denk je dan wel eens, wat heeft zich hier wel allemaal niet afgespeeld? Dat zou misselijk zijn, ja. In ieder geval, de ontmoeting heeft zeker plaatsgevonden. Ja. Maar wat er laatst gebeurt, weet ik niet. Een kijkje aan de binnenkant, een mooie houten vloer. Ja. En daar is een jazzband aan het spelen, denk ik, zo te zien. Dat is de Swanee Bridge, hè? Jij zegt het? Ja. Ik kan er zo van afstaan. Ja, Frans Louter Slager, die zit daar links. Zie ik hem zo zitten? Ja. Ja, en het leuke is, we zetten voor elke club die komt, richten we de tent ook anders in. Ja. Dus dit is een bepaalde groep, die willen graag zitten. Ja. En als er een jongen is, gaan die in stoelen aan de kant. Kun je een paar uitersten noemen? Dit komt, maar ook dit. Ja, we kan noemen. We zitten heel mooi, dat we gaan voorlezen. Dat is altijd een geweldig succes voor kinderen van 2 en 3 jaar. En die komen 's morgens en dat is zo ontzettend leuk. Dan zitten daar gewoon 10 kinderen en Ger van Alphen, die kan fantastisch voorlezen. Ja. Die zit met 10 kinderen voor te lezen. Met een duim in de mond en een uur later gaan ze buiten. Ja. Heel klein, heel mooi.
En dat koesteren op bewust. Om te zeggen, dat is toch super mooi. Ja. En tegelijkertijd komt natuurlijk zo'n band als Trauma Max. Ja, dan is het hartstikke druk. Beurts onder wind. Ja. Dan is het hartstikke van druk. Bakkers dan lastig. En Van Bakkers gaat erop reden. Ja. En uniek dit jaar, en dat moet ik zeker even melden, is 15 en 16 juni krijgen we het Dommeltheater. Het Dommeltheater kennen we allemaal nog van het Vader op de Dommel. Dat hebben ze verlaten. Maar ze willen nu in het park Stapelen, zeg maar tussen het kasteel, de Spiegeltent en de Dommel, willen ze een theaterachtig iets doen. Met workshops, met lezingen, met dans, theater enzovoort. Dan heb je eigenlijk twee dingen, want ik weet toevallig dat 16 juni ook iets in de tent te doen is. Zeker. Dus dat, u ook. Hè? U ook. Ja. Ja, dat is ook de bedoeling, Roel. Dat we eigenlijk ook dat een club als Dommeltheater zelf het initiatief genomen hebben. We willen eigenlijk het breder maken als enkel dit. Dat is dus supermooi. Dus we hebben eigenlijk dubbel optredens eigenlijk. Zeker, want die ochtend is er nog een picknick, omdat het vaardag is. Dan komt een draaimolen te staan. Voor de gratis, dat de kinderen ook nog doen. Dus het moet eigenlijk voor jongens en oud, moet het eigenlijk een tweedaags familie gebeuren worden. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Alle kleintjes, papa en mama mee, opa en oma mee. Ja. En van alles wat wils. Leuk. Dan heb ik jou vorig jaar ook geïnterviewd over deze spiegeltent. En toen zei jij, het is de bedoeling dat die een beetje gaat roleren door de kernen. Ja. Maar hij staat weer in Boksel. Nee, dat klopt. Dus we hebben gesprekken gevoerd met afgevaardigden in S. En we hebben een gesprek gevoerd met een afgevaardigde in Liemde. Uitgelegd wat het is en wat het mogelijk is. Nou, we hebben gezegd, als hij in Boksel staat, staat hij op locatie Stapelen. Dat is geen enkel probleem. Maar hij kan ook in Liemde komen staan en kan ook in S komen staan. Dat hebben we afgesproken. En Lennesheuvel denk ik ook. En Lennesheuvel ook, maar dat is eigenlijk niet in orde. We hebben gezegd, natuurlijk kan dat. Je moet even goed nadenken waar we het over hebben. Het is niet een tent die je zegt, die zet ik in een weekend neer. Dat is niet. Dus beide hebben gezegd van, als je er gebruik wilt maken, hoor het graag terug. Ja. Een alternatief is bijvoorbeeld, dat je kunt zeggen, zo zijn we met S in gesprek. Je kunt ook zeggen, ik ga een weekend S in de spiegeltent doen, als voorbeeld. Dan hoef je die tent daar niet op te bouwen. Maar je kunt het... Ja, waar ik dan zelf mee zit, Liemde Den Haag. Er komt een tent te staan en het heet dan Dorpsfeest Boksel. Nee. Dan komt de tent Bonsalon, die komt in Liemde. Ja, maar het heet er Dorpsfeest Boksel. Nee, als hij in Boksel staat. Oh, okay. Het evenement heet Dorpsfeest. Exact. Het evenement. Maar de tent heet Bonsalon. Exact. Dus dan zou het Dorpsfeest Liemde zijn. Dat moet ze zelf weten. Maar zelf kan het blijven Liemde zijn, toch? Dat moet ze. Maar dan 4 weken. Vandaar hoe dat we het uit elkaar trekken. Zeg, de tent heet Bonsalon, maar in Boksel noemen we als werktitel noemen we het Dorpsfeest Boksel. Ja. Maar als je in Liem komt staan en we komen in Lennis te verstaan, dan moet de club zelf maar hun eigen naam aan bezinnen. Dat moet ze zelf weten. Ja, leuk. Doe me trouwens denken aan, jij zei net, het is van origine vanuit kermiswereld. Ja. Als je dan naar Liem kijkt, doe mij dat direct denken aan die oude schommels die vroeger op die kermis waren. Ja, die rode dingen. Dan denk nou vroeger, 3 jaar geleden. Ja. Dan denk ik van zet daar al die schommels terug voor Liemde. Hou de tent in Boksel. Bedenk nog iets in S. En je bent er ook. Ja. Ja. Heb je meer artiesten gehad in jouw tuin? Of is dit de eerste keer dat er iemand komt? Er komen regelmatig artiesten, maar ik heb meer vrienden. Oké. Nee, dat is de eerste keer. Ja. En wat verwacht je ervan? Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik er wel naar uitkijk. Het begint nou dichterbij te komen. Ja. We moeten even zorgen dat zeg maar... Qua ruimte. Dat we het zo inrichten dat iedereen er ook makkelijk doorheen kan. Ja. Want het is natuurlijk een vrij grote groep dit jaar. Ja, dat is wel een uitdaging hoor. Dat is wel even, is een logistieke uitdaging. Ja, we moeten een kleine stoeltje. Ergens hoop ik stiekem op, hoop altijd op, maar een beetje mooi weer zou wel leuk zijn. Maar dan kun je het een beetje verbinden met de tent, deuren opengooien. Ja. Dan heb je al wat meer rijkwijde, zeg maar. Heb je ook, je kent artiesten die komen of nog niet? Ja. Nee, ik zeg dan maar niet die bij hem komen, dat weet hij nog niet. Nee. De artiesten zijn al bekendgemaakt op Facebook en op Insta. Oké, dus die weet je of nog niet? Maar welke artiest bij Rijn komt, dat weet Rijn nog niet. Oké. Dat doen we pas op het eind. Dat willen we eigenlijk voor iedereen nog verrassen. Oh, dat is wel leuk. En waar hoop je op? Nee, ik heb alles voorbij zien komen. Laat maar komen. Ik vind het heel leuk wat er allemaal tussen zit. Ja, we kunnen uren erover praten, maar we zijn in principe al een half uur nu bezig. Kun je je dat voorstellen? Ik wil ervoor. Moet jij niet optreden bij Roel en... Ja, de 16e, was volgens mij 16 juni toch? Nee, 23 juni, geloof ik. Nee, ik krijg... 16 juni in de spiegeltent. Wanneer zeg nog eens? Nee, maar moet jij niet... Ik heb even... Sorry. 16? Ja, dat is... Ja, 16 juni hoor ik. Maar moet jij 23 juni niet optreden? Nee, hoeft niet.
Kunnen ze niet betalen? Joh. Nee, is onzin. Hij doet alles voor niks, dus dan die willen wij niet. Ja. Ja. Misschien kennen ze me. Volgens mij kennen ze me niet eens. Dat maakt ook helemaal niet. Nee, maar wij, die hebben wel, wij hoeven niet per se bekenden van de gemeente te hebben. Het is ook leuk om. Natuurlijk. We hebben nu iemand uit Engeland, dus ja. Superleuk. En Groningen, Limburg en het Sterksel. Ja. Dus het hoeft niet allemaal heel dichtbij te zijn. Komt uit Engeland? Of ja, David Ford. David Ford. David Ford. Dat moet ik goed zeggen, ja. 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 En Marlene Bakker uit Groningen, die zingt ook wel Nederlands en Engels, maar ook Gronings. Dus dat is best wel, dat klinkt eigenlijk hartstikke mooi. Toevallig een Joost Klein geboekt vorig jaar? Nee, toevallig niet. Nee. Nee, maar die heeft een groot publiek nodig, hè? Ja, ja. Ja, ja. En die moet camera's hebben, hè? Want dat kan niet tegen sparren. Tegen camera's. Ja, ja. Kan hij, dus nee, heeft hij niet gedaan, hè? We weten niet wat hij gedaan heeft. Klopt. Je gaat toch dingen zeggen die misschien helemaal niet waar zijn. Hè? Nee, maar ja, goed. Zeg jij alles voor waar is? Geloof nee, helemaal niet. Maar we zullen zien. Ik ga jullie hartelijk bedanken, Wim. Ja. Bedankt. Trace bedankt. En Rijn bedankt. En heel veel succes met waar jullie mee bezig zijn. Dankjewel. En ja, volgend jaar allemaal weer. Laten we het hopen. Toch? Dat ja, maar dan maar net even iets anders. Hetzelfde, ja. Maar dan net even iets anders. Hetzelfde, maar ja, daar houden we erin. Dan krijgen we gewoon entree geld bij... Bon Salon, hè? Dan, dat komt wel regels. Ja, jullie bomen nog even door? Nee, dat is prima. Ieder zijn ding, hè? Ja, zo is het. Nou, de volgende uitzending wordt ook weer anders hier. En dan hoop ik ook weer dat u kijkt. Ik zeg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.